Dit is een video met een paar redenen waarom ik denk dat Apple Beats gekocht heeft. Zonder veel woorden te verspillen, begin. De eerste reden is omzet. In het jaar 2013 had Beats by Dr. Dre een omzet van 1,1 miljard. En alsof dat nog niet genoeg is, hebben ze in het eerste kwartaal van dit jaar hun omzet verhoogd met 30%. De tweede reden waardoor ik denk dat het helemaal mogelijk is gemaakt, is door een vriendschap. Steve Jobs en Jimmy Iovine waren namelijk bevriend. En voor iedereen die niet weet wie Jimmy Iovine is, Jimmy Iovine is de CEO van Beats by Dr. Dre. Dat is niet Dr. Dre zelf, nee, dat is Jimmy Iovine. Op naar de derde en laatste reden. Beats by Dr. Dre heeft namelijk de Beats Music app. Ik denk dat Apple Beats by Dr. Dre ook voornamelijk gekocht heeft om de app. De app die is echt gemaakt om muziek af te spelen en is een concurrent van Spotify. Helaas is de app op het moment in Nederland niet beschikbaar, maar ik denk dat dat snel gaat komen. Apple heeft nu al gezocht dat je de app 14 dagen gratis mag proberen voordat je moet betalen. En bij het researchwerk voor deze video heb ik naar Apple opgebeld en gevraagd waarom zij dachten dat Apple Beats gekocht heeft. En dit is wat ik hoorde. Oké, wat is je vraag? Ik was benieuwd waarom Apple Beats bij Dr. Dre heeft opgekocht. Ik maak zelf YouTube video's en ik ga hier een video over maken, dus ik was benieuwd. Dat zou ik echt niet weten. waarschijnlijk om de producten die Beats maakt, logischerwijs. Kijk, als een ander bedrijf ook wil nemen, dan hebben ze blijkbaar interesse in de dingen die ze doen. Ik bedoel, Facebook heeft Oculus Rift gekocht, bijvoorbeeld. Dat is denk ik de voornaamste reden. Als een bedrijf ziet dat een ander bedrijf leuke dingen aan het doen is, dan nemen ze dat over. Dat was het voor deze video. Als je een van mijn volgende video's wil zien, moet je je natuurlijk abonneren door op het knopje hier zo te klikken en klik hier om een van mijn andere video's te zien.